Loosje Pengs, hier brengen we Super Game, is een nieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Survival. En ja, we beginnen in de monster spawn. Ik was eigenlijk geëindigd in het huis. Dat is een paar meter lopen voor hoeveel Minecraft meters heeft. Misschien zijn we wel 10 meter en is de hele wereld op schapen groot en niemand weet het. Maar ik wil gewoon even laten zien hoe goed de monster spawn nu werkt. Nou ja, goed, hij werkt beter. Soms komen die items niet goed naar, dan kun je daar een blokje neerzetten. Hij werkt veel beter. Maar gaan we terug de grot in waar we de vorige aflevering waren. Waarom? Een beetje de dood opzoeken. Ik heb een hele goede tip gekregen. Voor als ik naar die end ga, want ik had me al zorgen gemaakt en zo. Er zet een pumpkin op en dan kijk je dus zo. Dan denk je, what the fuck. Ik heb het ook serieus nog nooit gedaan. Ik wist wel dat het kon. Pumpkin op je hoofd zetten, maar dan krijg je dus dit scherm. En dan endermen die dan aankijken, die gaan niet echt hier aan. Dus voor de end is dat heel handig. En we moeten nog steeds op jacht naar endermen. Endermen komen heel veel voor in de woestijn. Dus ik ben van plan om naar een woestijn te gaan. Dus die gaan we gewoon zoeken. Misschien deze aflevering. Ik heb aardig wat eten mee. Ik had misschien beter thuis even wat heel veel stoels mee kunnen nemen. Of heel veel van die balls en mushrooms en een crafting table. Misschien maken we gewoon heel ergens anders ons huis. Maar als ik even deze coördinaten opschrijf, ben ik zo terug als ik dan ooit mijn huis kwijtraak. Nou jongens, dan kunnen we gewoon oneindig lang naar een woestijn zoeken. Heel ander huis bouwen. En dan ooit op een dag komen we hier terug. Hier zo, in dit mooie stadje. En dan gaan we gewoon verder met ons mooie bestaan. Hé, een creeper. Sterf, creepy. Oh, hey skeleton. Hoe gaat het met jou dan? Die trapjes kunnen irritant zijn, maar niet veel last van. Als die items er niet heen kunnen komen, heb geen geduld. Doe je dat? Dat helpt niet. Cool. Dat was handig. Oh, die spinnen die kunnen er soms doorheen. Is hij nou weggerend? Hij ging dood en rende eromheen. Oké, okay, cool. Cool verhaal met die spinnen. En hij landt natuurlijk op die blokjes. Daardoor kreeg hij auwie. Normaal vallen ze gewoon... Ja, misschien moet ik die blokjes daar wel neerzetten. Is dat zo? Wil ik dat? Nee, ik wil niet dat ze dood gaan, want dan krijg ik geen XP natuurlijk. Ik vind het goed zo. Ik moet nog steeds even kijken voor die enchantments op mijn bow. Maar daar hebben we nu even geen zorgen bij. Ik ga even mijn coördinaten opschrijven. Tot zo! Oké, we kunnen weer verder met ons epische avontuur. We gaan eerst de grot in. Sowieso. Wacht. Ik zal ook even kijken of we nog eten in ons huis hebben. Slimme Rick. Vergeet altijd alles voor te bereiden voor het einde van zijn afleveringen. Ik hou er niet veel wijsheid uit eigenlijk. Een kippetje. Eén kippetje. Altijd handig om mee te nemen. Waarom niet? Eén. Nog een extra diamond sword. Kan geen kwaad. Voor onze grote trektocht. Hebben we nog... kijk. Mushroom stools. Ga maar mee jongens. Oh, hier nog 14 porkchop. 46 grote flash. Je weet maar nooit wanneer je het nodig gaat hebben jongens. We nemen het allemaal lekker mee. Gimme, gimme, gimme. En dan gaan we nu eerst de grot in. Want die moeten we helemaal gaan verlichten. Sowieso alles hier verlichten. Spannen geen monsters. Dat is sowieso wel handig voor ons. Aangezien wij niet graag opeens belaagd worden door monsters. Maar nog meer vanwege de reden. Ik geloof dat hier ergens die ingang naar die grot was. Hier ergens. Ja, ik liep hier namelijk net nog even langs. Een beetje te niksen. Ja, hier is hij. Alles goed belicht. Er is nogal veel wind buiten. Misschien dat jullie daar een klein beetje last van hebben. Ik geloof dat het hier was. Ja, nee. Ik dacht al dat het hier niet was. Maar ik zag een opening in de grot. En ik dacht dat het hier was. Ah, maar alleen. Oké. Dan gaan we weer lekker verder op ons coole avontuur. Oei, ik ben een klimmerd. Ik dacht al, het was niet aan de andere kant. Oké, het begint nacht te worden. Gewoon even voor de extra spanning. Wow, wat spannend. Dat is nacht in Minecraft. Ik ben zo bang. Not. Oké, dan was het dus wel deze kant. Dat was ergens hierboven een klein dingetje. Ik ga voort om wat van die blokjes nether troep achterlaten. Aangezien je dat nergens in de normale wereld vindt. Kan ik er een torch op zetten waar ik vandaan kwam. Maar ik denk niet dat dat nodig zal worden geweest zijn. We zijn ook op jacht naar Enderman, dus die kunnen we net zo goed hier meteen even gaan zoeken. Hou je bek, raam. Ik praat hier. De stemmen. Die grot was niet hier. Die grot was echt ergens hier op. Oh, was dit hem? Nee, maar we gaan er wel in. Andere grotten verkennen en belichten. Want een goede belichting is belangrijk als je filmt. Hop, torch. Dat was een niet al te grote grot. Nou jongens, dat was een leuk avontuur. Of niet dan? We gaan sowieso gewoon weg hier. We gaan weg bij ons mooie dorp. We gaan ergens anders een bestaan opbouwen. Kijk, daar hebben we toch gevonden. Een woestijn. Mooi zo. Deze aflevering gaat in het teken staan van Enderman doodmaken. Want Enderman zijn niet lief, jongens en meisjes, bij deze. Gewoon met andere beesten doodmaken. Ook altijd leuk. Ha, vlees. Kom maar. We gaan nog even het Enderman masker niet opdoen. Ik ben niet heel al te bang voor Enderman. Vooral omdat we dicht bij het water zitten, is er nog wat te doen. Ik weet niet of Enderman droppen denk ik ook niet altijd Enderman eyes. Dat is alweer een beetje jammer. Nou ja, gratis XP dit. Ik bedoel, ik ben niet echt al te bang voor een paar spinnetjes hoor. Doe het niet moeilijk over. Ik heb diamond sword en shit. Hé, nog twee spinnetjes. Hallo heren. Gezellig hè, buiten. Mooi beertje. Vind ik ook. Haha, dood voor iedereen. Gratis dood voor iedereen. Yay. Oh wacht, we gaan dood. Nee. Oeh. Ja, ja. Zo, jij dood. Oeh, een skeleton. Ik heb het niet zo op skeletons. Ze schieten pijltjes op me af. Van die kloof, skeleton. Oh, gaan we zo spelen? Ik wil je niet eens meer. Hey, een Enderman.
En de mode activated. Poep. Oké, we gaan hem pakken. Kom hier, Enderman. Ik verkracht je met mijn zwaardje. Ja, één. Dat is één van de 50.000 dingen die we nodig gaan hebben. Dat schiet. Lekker. Spin. Kut, ik moet dit masker snel afdoen. Ik zie geen ene flikker. Help. Zo, oké, dat is één Enderman. Dat is nog niet het einde van de jacht, vrees ik, jongens. We hebben meer nodig gaan hebben dan één. Je kan die dingen wel gooien en dan teleporteer je erheen, maar ik denk dat je die dingen dan kwijt bent. En dat is ook minder ons doel. We hebben tenminste één Enderman gevonden. Iedere aflevering één en dan over 20 afleveringen dan schiet waardig op. We zijn vaak in woestijnen. Ik weet niet wat Enderman hebben met woestijnen. Maar we gaan er lekker heen. Er is een theorie dat de Ender Dragon, dat hij de Enderman lastig valt. En dat de Enderman daarom hier blok stelen om een eigen wereld weer opnieuw op te bouwen. Dat vond ik wel een best wel cool verhaal. Waar is hij dan? Oh, daar. Ik zie hem slecht. Patrick, ben jij dat? Sorry man, sorry Patrick, ik bedoelde het niet zo. Het is niet gemeend, maar ik wil je ogen. Je hebt van die mooie ogen, Patrick. Oh, ik heb nog geen extra ogen gevonden. Laat ons hoe maar even lekker goed restocken. Nou ja, woestijn, veel Enderman moet lukken. Zonder zo'n ding kunnen we ze ook wel aan. We hebben ook overal water liggen, is ook wat chill. Dat is een tweede strategie, als je geen pumpkin mask op wil in de Ender. Je kan ook heel veel water mee in de Ender, die end. Kun je ook heel veel water meenemen, want Endermen kunnen heel slecht tegen water. Misschien is dat ook wel de reden waarom ze veel in de woestijn zitten. Dat vind ik een pittig logische reden namelijk. Als je niet tegen water kan, dan ga je in de woestijn wonen. Dat klinkt heel logisch, weet je. Hallo cactus, of cacti. Het meervoud van cactus is niet cactussen, maar cacti, jongens. Leermoment van de dag. Laten we wat toortjes plaatsen. Eigenlijk wil ik dat niet, maar spannen geen Endermannetjes. En dit is heel dom, in een veld met allemaal skeletons gaan lopen. Maar als je Rick van Serpent Gameplay bent, dan hoort het gewoon bij je dagelijkse acties. Sterf. Je moeder ook. Haha. Soufflé. Laten we gewoon verder gaan met de jacht op Enderman. Endermans. Nou ja, ze komen. Ze zijn nou niet echt lekker druk bezig met onze lastigvallen op dit moment. Ik zie ze nou niet echt dat ik zeg van, het stikt die van de Enderman. Die dingen zijn overal, behalve als je ze nodig hebt. En dan zijn ze opeens weg. Dan zijn ze er niet. Want je hebt ze nodig. En zo. Ik ben niet echt bang over dat ik mijn huis niet terugvind, want ik heb heel snel de coördinaten opgeschreven. Moet ik echt vaker doen, dan raak ik mijn huis niet meer kwijt. Ik heb een heel goed richtingsgevoel. Soms. Ik heb soms echt een heel goed richtingsgevoel. Wat is het voor diepe kuil? Wat is met die kuil dan? Vind ik niet kunnen. Gewoon random dit. Het lijkt alsof ik dit verkracht heb. Het ziet er zo lelijk uit dat ik al een week gedaan heb, zou je zeggen. Nou, nee. Spin. Laat me met rust, Spin. Ik wil gewoon normaal Minecraft kunnen spelen, oké? Okay? Laat me nou een keertje. Jij ook. Zo. Daar nog een zombie. Ja, ik moet toch wat doen hè, om jullie te vermaken. Dus maak maar zombies van het zombierijk dood. Zo, jij dood. Die creeper houdt zijn afstand. Blijf daar, meneer Creepy. Creepy. Oké, eens even kijken. Is hier nog wat leuks te doen? Daar, dat zijn veel creepers. Oh god. Ga weg. Blijf weg. Schreeuw je weg, jongeman. Dit gaat niet goed aflopen. And with the same big bang. Oké, we leven nog. Sowieso dat ik je TNT ga maken voor de grap ga aansteken en dan doodgaan in deze serie. Leuk einde, hè? Nee. Ik weet niet of als ik de serie af heb, als ik dus eenmaal de enderingen verslagen, of ik dan wel verder moet gaan. Misschien dat ik gewoon verder ga, gewoon een leuk huisje gaan bouwen en op een gegeven moment ga ik dood en dan gaan we gewoon weer verder met niks doen. Dat zullen we nog wel zien en dan ja, sowieso gaan we de ender directeur niet verslaan, dus het maakt niet heel veel uit. Ik moet wel een beetje op blijven letten, ik wil niet in één keer doodgaan. Ja, de endermen zijn een beetje skeer bezig, maar oké, verder maar. Natuurlijk is er nog in mijn kont genomen door een spin. Ook nooit leuk. Hallo. Nou ja, gelukkig heb ik full iron en een diamond sword. Het is nog niet echt altijd moeilijk om hier niet dood te gaan. Ja. Enderman laat het wel een beetje van zich af weten hoor. Vind ik een beetje jammer. Ik had ze hoger ingeschat. Hier, spinnenparty. Spinnenparty met bigger en zombies. Party hard. Het is één grote moshpit. Party hard. Sla ze met je zwaard, Rick. Sla ze harder. Sla ze met passie. Wow. Prettig kerstfeest, meneer. Oeh, mijn laatste lekker vleesje. Zo. Nog wat biggetjes. Oh, wat schattig. Oh, ben je schattig. En hij dood. Lol. Lalalalalalal. Oké. Enderman. Verstop jullie vrouwen. Ik kom eraan. Rick is gearriveerd. Groot woestijntje. Dat dan weer wel. Oh, wat een leuk muziekje. Wat jullie waarschijnlijk amper horen, maar ik heb de muziek deze keer wel goed heb uitgezet. Echt. Wat is hier allemaal voor leuks te doen? Geen Enderman. Zoals ik al verwacht had.
even eten pakken. Hey, kom ik nou weer aan een boom met power? Dat wist ik helemaal niet. Oh ja, dat heb ik meegenomen als ik naar die end. Power 1, gewoon een random upgrade erop gegooid. Enderman? Nu laat echt van jullie af weten. Oké, even deze skeleton met een pijl en boog pakken. Oh! Ho, spin! Stop! Stop die spinnige streken. Rennen, Rick! Rennen! Naar de veiligheid! Poep, poep, poep! Oké, jij en jij en jij ook, Frits! Zo, nou heb ik gehad met jou en met jou helemaal! Blablabla. Zo. Oh, creepers? Nee, dankjewel. Ik sla een rondje over. Is dat een grot? Oh, dat zijn veel creepers. Oh. Bijna, dit is een klus voor pijl en boog. Gelukkig kan ik mijn arrows oprapen, dus dat scheelt. Zolang er geen creeper in mijn rug zit, ben ik perfect veilig. Voor mij overleef ik nog wel een creeper explosie met dat armor dat ik heb. God, zo. Dan heb ik wel van allemaal arrows oppakken, anders word ik verdrietig. Weet je, die arrows heb ik best wel nodig, ondanks dat ik waarschijnlijk een boom met oneindig arrows ga halen voor die end. Alleen ik moet even een mod downloaden, waardoor ik precies alle enchantments kan zien, wat ze doen. Het is niet handig om in een kuil te gaan zitten, want dan valt er denk ik een creeper op je hoofd, ben je dood. Is niet leuk. Oké, heb ik al een beetje mijn arrows terug? 18 arrows. Vanaf had ik eerst ook 18, maar ik heb ook aardig wat... Enderman tijd! En dit is eigenlijk helemaal niet nodig, maar ik vind het gewoon cool. Het geeft me echt dat ene gevoel van awesomeheid, waar kom... God, wat daar ga je met die vis, jongens. Wow! Wow, 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 wow! Rustig jongens. Oh, waar kwam die demmer? Ik zie niks, ik zie niks! Een skeleton daar? Oké. Okay. Stop, stop daar. Ik zie je niet goed, maar ik zie wel dat jij doodgaat, meneer stoute skeleton stout. Jij bent stout geweest dit jaar. Hebben we nog iets van eten bij ons? Voordat er iets op mijn hoofd valt ofzo? Hier, oh, het is dag. Het begint dag te worden. Wacht, die Enderman. Waar is de Enderman? Hij is weg! Creeper! Kut, 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 kut. Ik haat dit masker. Waar is de Enderman? Hij is weg. Nee. Enderman. Nou, ik word tenminste niet meer gevolgd door die creeper, dat scheelt. En ik heb bam, dood. Zou een heel droog einde zijn. Gelukkig word ik niet meer gevolgd door die creeper, dat scheelt bam, einde serie. Oh, daar is de Enderman. Laten we er gewoon eens even eentje... Hé, waar is hij nou echt weg? Wat is die vent allemaal aan het doen? Wie denkt hij wel niet dat hij is, weet je? Zo, kan ik hem nooit killen. Nou, masker weer op. Hotsen, flotsen. Hé, het is nu alweer nacht. Dat doen ze ook snel. Ik geef toe. Dat doen jullie snel. Ga maar rotte flesje eten. Je moet toch wat, hè? Zo. Rotte flesje is gewoon goed voedsel. Je moet gewoon even een tijdje stilstaan. Want als je gaat rennen, dan gaat je voedsel heel snel omlaag. Kun je ook zien je hunger. Oh, dat is best wel lang. Ik pak jullie, hoor. Als je dichtbij komt, ik schiet je hoofd eraf. Dan heb je geen hoofd meer. Want ik heb het eraf geschoten en zo. Dus, verstop jullie vrouwen. Rick, de Enderman doder, komt eraan. Oké, daar is een creeper. Yeah. Hey, ben je? Hoyo, betrokken. Ik ben aardig aan het levelen nog steeds. Ik heb daar niet van. Je kan ook gewoon Enderman lokken in het water, om ze dood te merken. Moet je ze gewoon aankijken en dan gaan ze achter jou en dan gaan ze in het water en dan gaan ze dood. Maar dat is niet mijn strategie. Ik ben een jongen van andere strategieën. Laat het masker gewoon even ophouden voor de awesome. Ik vind dat masker wel cool. Dat geef ik toe. Had ik maar zo'n mooi masker. Waar komen die enge geluiden vandaan? Ik was het niet. Ik heb een pompoenmasker op. Laat me met rust. Dat is awesome. Pompoenmaskers zijn voor de rijke tata's. Wat is dit? What the fuck? Hier moet ik mijn masker even vooraf doen. Ik geloof dit niet. Nee, serieus. Waarom is er gewoon kool en iron op het platte oppervlak? Dat hoort niet. Het is tegen de regels van... Ik zie een Enderman. Het is tegen de regels van ik zie een Enderman craft. Erachteraan, team. Delta Force, go! Ik zag hier net een wit gestalte. Hij was nog wit omdat hij heel erg in de verte stond. Oh, hey, een skeleton. Fuck jou. Goed zo. Even kijken. Ja, met een biggetje. Ja, met een biggetje. Jij was een biggetje. Ben, was een biggetje. Ik haat dit ding. Ik doe het weer af. Zo. So. Kom maar hier, Endermanjes. Ender. Kom hier. Laat jullie awesome, niet awesomeheid zien. Ik ga jullie één voor één doodmaken en zo. Ah, I'm on timer. Zo hard mag jij niet staan. Maar we gaan even rondjes lopen. We hebben echt heel veel gedaan deze aflevering. We hebben één Enderman ding. Denk ik, één? Ja, één. Eén Enderman ding. Van de 20 of zoiets. Ik zeg, goed gedaan jongens. We zijn zeer productief geweest deze aflevering.
Misschien dat ik offscreen nog een paar haal, aangezien dit niet echt opschiet. Maar waarschijnlijk gaan we de volgende aflevering gewoon hetzelfde doen. Moet ik ooit nog terug naar die grot? Ooit. Nu niet. Zo, we blijven hier lekker in deze woestijn. En dan gaan we natuurlijk naar de mooie wereld voor de kiepen. Iedereens moeder. En dat is hem. Ik geloof dat we deze aflevering 7 eieren gooien. Dat doen we gewoon daarom. Hoppa. Ik geloof 7. Of 6. 7 of 6. Dat is niet handig. Ja, even een mooi TNT dingetje bouwen. Niet heel veel TNT, je bent te lui. Zo. Prachtig. 1, 2. Oké, waarom ging dat af? Is er een kip? Serieus, waarom ging dat af? Wat de fuck gebeurde er? Er spawnde helemaal geen kip. Het klopt niet. Nee. Ging het nou gewoon serieus af, want ik er... Nog eens een keer. Echt, hoe de fuck kon dat? Nou, gaan we opnieuw beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, er zitten eigenlijk al 2 kippen bij. Maar het komt dus tenminste tot het idee dat we deze vandaag dag... de tweede Minecraft aflevering plaatsen. Op mijn kanaal. Yay! Meer eieren voor het volk! Hier volk, neem je eieren maar! Sommige simpel volk gezegd. Raar! Dus vanavond zal ik jullie verrijken met nog 1 Minecraft aflevering. Graag gedaan. Geen moeite. En dan zie ik jullie, volgende week. Maar het is natuurlijk vanavond met een nieuwe Minecraft aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Vergeet even niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!